Ik ben weer begonnen met een adventskalender te maken. Ik wil het vanaf nu even updaten met verschillend inpakpapier. Dus ben nu bezig met de tweede rol met inpakpapier. Maar het schiet al aardig op. Dit zijn de eerste 10 boeken. Ik heb het verdeeld. Het zijn alleen maar Engelse boeken. En het is niet alleen boeken, maar er zit ook een boekenlegger bij. En in die rituals zak zit mijn laatste dag. En daar komt iets meer in dan alleen maar een boek. Want er komen ook een boekenlegger, maar ook verschillende goodies wil ik erbij doen. Dus de 25e dag en de laatste dag wordt ook echt een heel verwend pakketje. Dit zijn paperbacks. En dit zijn hardcovers. Dus ik begin dag 1 met de eerste zoveel dagen met paperbacks. En dan de laatste dagen zijn wat luxe. En dat zijn hardcovers. En het zijn dit jaar alleen maar Engelse boeken. En er zitten dunnetjes bij. Maar ook hele dikke. En de boekenleggers die erbij zitten komen van Chapterized, en zo, Another View en verschillende Etsy winkels. Nou ja, Etsy, het is niet, ze hebben ook hun eigen. In ieder geval die zelf gemaakt worden door mensen. Dus ja, het is wel heel leuk. Inpakpapier. Het inpakpapier komt trouwens bij de Action vandaan. En het is erg glinsterend met vlinders. En de volgende wordt met bloemetjes. Maar dat zien jullie vanzelf al in de volgende update.